Ik denk dat Brabant heel moeilijk te verkopen is dat er iets beter is dan een worstenbroodje. Nino! Ja, maar dat is een Amras Amsterdammer. Die gaat altijd zeggen dat het beter is dan een worstenbroodje. Taylor Swift of een worstenbroodje? Rem, bam, klaar, baba. Dat klinkt een beetje als Dennis de Bruin, maar dat ben ik niet. Want ik ben namelijk Martin van Schoren. Welkom bij Commentaar. Oftewel, het is vrijdagmiddag en we gaan je week afsluiten met de comments die je deze week hebt gedropt. Op Instagramer.nl. En deze week helaas niet met de seksjas, maar beter misschien nog wel. Sekspak, oftewel Sam Bezems. Rete welkom. Rete bedankt. Ja, leuk dat je weer bent, man. Ik vind het leuk. Ik had vorige keer beloofd dat ik wel weer een pak aan zou doen. Ja. Ik weet niet of het een terugkerend ding is, maar voor nu wel. Maar volgende keer mag je ook gewoon iets anders doen. Casual Sam mag ook. Het is vrijdag, man. Ja, het is vrijdag. Maar eigenlijk de vorige keer toen we het erover hadden, zei dat ik een pak moest komen. Ja, dat is waar. Ja. Maar ik voel me een beetje lullig wel, hoor. Want, hoezo? Ik bedoel, de Sexjas heeft inmiddels mythische proporties aangenomen. En een eigen website. Dan gaan naar sexjas.nl. En een Twitter-account zelfs. Ja, @sexjas. En een Facebook-fanpagina, Sexjas. Ben je al fan van de fanpagina van Sexjas? Op Twitter volg ik wel, maar de Facebookpagina heb ik nog niet ontdekt. Die gaat helemaal los. Ja. Moet je zeker weten volgen, liken, alles. Maar ik voel me lullig, want weet je, het heeft inmiddels mythische status gekregen. En dan zit ik hier in een pak, maar is dit dan wel meteen het sekspak? Ja, heb ik dat niet moeten verdienen ergens of zo? Ik noem het gewoon een sekspak, dus het is bij deze het sekspak. Goed, doe ik het voor. Oh, moet je wel aan in de club ook, hè? Turned up in the club. Je was gisteren in Amsterdam. Ik was gisteren in Amsterdam, ja. Ja, maar die gast die dat nummertje heeft gemaakt ook. Ja. Ja. Waar was je daar? Ik was ook daar. Niet waar, Nino? Nee, ik was daar niet. Ah, nee. Was daar niet. Sorry. Goed, we beginnen meteen met de PSN. Hekker krijgt 2 jaar voorwaardelijk. Oftewel, de gast die afgelopen kerst het PSN-netwerk compleet plat heeft gelegd. Godverfuckingdomme. De vriendelijke jongen van Lizard Squad en iedereen zijn kerst heeft verpest. Waarom, welke squad? Lizard Squad. Oké, okay, ja. Zei ik het fout of die niet? Die zei volgens mij school squad. School squad? Ja, ik weet niet of de school squad nu beledigd is, maar het was Lizard Squad inderdaad. Oké, ik gooi vast een extra firewall op mijn Mac. Straks komt de school squad langs. Maar goed, die krijgt 2 jaar voorwaardelijk en hij gaat dus eigenlijk een beetje vrij. Ja. Hij wordt gewoon niet vastgezet. Ja. Een beetje Sam Bezems zijn kerst verpesten en nog wel vrij wat kunnen lopen. Oh god, ik was zo over de zijk. Heb je het warm, jongen? Ik heb het heel warm. Trek gewoon even de seksjas uit. Of ja? De sekspakjas. Nee, maar ik wil het nog niet te sexy maken. Ja, dat is waar. Dus ik doe dat zo meteen wel. Ik van die verschrikkelijke klotsoksels. Dus, maar je hebt ook je stropdas nog strak aan. Ja, goed. Maar als je dan een pak komt, moet je het goed doen, toch? Ja, dat is waar. En dan zweet je helemaal de tering. Dus ik zie wat voor kleur schoenen heb je aan? Oeh, ja, dat is een gevoelig onderwerp. Moet ik het laten zien? Ja. Hier. Ik heb zonder uit mijn pakscheur. Bruine schoenen aan. Kleur, wat zijn het probleem mee, Martin? Kleur van je riem? Zonder even al te opzichtig mijn kruis te willen laten zien. Zwart. Kan niet, hè? Kan niet. Kan net zo goed geen pak aan doen. Ik ben net in de trein aangesproken door iemand die inderdaad vond dat ik dat gewoon niet kon doen. Kan ook niet. Helemaal over de zijk. Kan ook niet. Ik had net zo goed het pak niet aan kunnen doen, thuis Klopt. Kunnen blijven en huilend in bed kunnen gaan liggen. Klopt. Maar goed. Nu heb je het over een PSN-hacker. Ja, niet over modeflaters. Nee. Nou ja, over modeflaters. Het is zelf wel geen hele knappe jongen. Knap op zich wel dat je het PSN-netwerk plat krijgt. Mm-hmm. Mijn kerst was inderdaad goed vergald. Ik had namelijk net besloten om de digitale editie van Shadow of Mordor binnen te gaan halen. Maar? Maar wat gebeurt er? Niks. Nee, helemaal fucking niks. Dus ik had hem net gekocht. Dat ging nog net. Want blijkbaar was de hack nog niet helemaal begonnen. Ik merkte wel dat het wat trager was. En ik koop hem en dan begint te downloaden en meteen... alles plat. Ja. Helemaal niks. SPN 20 Dutch zegt ook, deze snotneus heeft dus mijn hele kerst helemaal verknald. En bedankt nog, hè, klootzak. Ja. Ze zouden je eigenlijk nooit meer vrij moeten laten, je doldwaas gek. Nou, vind ik ook een beetje zwaar, maar ik vind die 2 jaar voorwaardelijk wel heel licht, hoor. Ja, het is toch een, ik denk dat Sony flink wat centjes heeft verloren, omdat PlayStation Network, terwijl iedereen vrij is, niet online was. Ja, maar het schept natuurlijk ook niet echt een heel goed precedent. Want, bedoel, dit is waarschijnlijk niet de laatste keer dat zoiets gebeurt. Nee. Kun je voorstellen dat mensen nou niet bepaald afgeschrikt zijn van zoiets, 2 jaar voorwaardelijk. Ja. Goed, er wordt nog wel gezegd door Guys dat hij een dealtje met de overheid gesloten zou hebben. Wat hij zegt, en wat hier dus niet wordt aangegeven, is dat hij een deal heeft gemaakt en gaat werken voor de overheid. Hij gaat nu juist cybercrime strijden, wat nogal lastig is vanuit de bak. Hij krijgt eigenlijk een tweede kans en helpt gelijk de overheid in plaats van geld kosten. Houd er rekening mee dat het joch overigens slechts 17 jaar is. Wie deed er nou geen domme dingen rond die leeftijd? Dat is wel een beetje waar. Ja. Die 2 jaar voorwaardelijk is zodat hij bij een nieuwe misstap het hele zootje mag uitzitten. Eigenlijk een soort waarschuwing. Ja, maar we konden er niks over terugvinden, over of het klopt of niet. Maar laten we er even van uitgaan dat het wel doet. Ik bedoel, ik snap dat je dan wel zo iemand op het rechte pad probeert te zetten. 17 jaar, hij is minderjarig. Dus ja, weet je, volwassenenrecht geldt niet helemaal. Ja, misschien is hij nou ook wel weer wat goed geschrokken. Ja. Misschien is hij goed geschrokken en dan doet hij het nooit meer. Hopen we, want ik heb niet nog een keer zo'n kerst door te Ja, maar de Lizard Squad is natuurlijk niet één man.
Het nee. zijn er meer, dus hopelijk houden zij zich ook de komende maanden, jaren zich rustig. En, ik denk het niet. Pesten ze niet onze kerstdagen weer. Ja. Doe jij de volgende? Yes, het gaat over de beste game van de E3. En de battle is aan ronde 2 toegekomen. Ja, ja, je kan elke dag kan je stemmen op wat jij de beste game van de E3 vindt. We zijn nu in ronde 2 bezig. Ja, ja, en recht tegenover elkaar staan in de rode hoek. Uncharted 4. Tyfus en wachten. Ja, ja. Tyfus en wachten, ja. En in de blauwe hoek staat Sony's lang verwachte The Last Guardian. Ja, nou, die strijd is inmiddels al gestreden. Uncharted kwam als winnaar uit de bus. Maar ja. Squad, ja. Ja, die zei. Uncharted is hier. Jij was aan de beurt. Ik ben wel aan het lezen. Maar jij dat geeft niet. Ja. Ik ben het wel gewend van je dat je voorkruipt. Uncharted is ieder deel grafisch mooier, maar qua gameplay toch meer van hetzelfde. Dan heb ik liever een nieuwe IP zoals The Last Guardian, waarin ik nog verrast word. Alhoewel ik best wel hoop heb dat dit laatste deel van Uncharted mij nog gaat verrassen, denk ik niet dat ze heel veel van de geëikte paden wijken. En dan, ja, tegen de verhouding in moet ik toch ook voor The Last Guardian gaan. Ook al draag ik draag een warm hart toe, absoluut. Wow, ik vind het geweldige games. Maar ik zit al zo lang te wachten op The Last Guardian. En hij kan alleen maar teleurstellen, daar Tuurlijk. Ben ik me helemaal bewust van. Maar ja, ik werd na die trailer ook helemaal ziek van dat kreunende mannetje. Ja, maar ja, goed. Sommige mensen vinden dat leuk, denk ik. Zoals een Sam Bezems. Maar Uncharted 4, ja, het gaat natuurlijk niet veel anders doen dan ze al in deel 1, 2 en 3 hebben gedaan. De werelden zullen iets groter zijn. Je zal iets meer keuzes hebben hoe je een bepaald stuk van een level aan gaat pakken. Maar Uncharted game is toch wel weer heel erg story-driven. Dus wat dat betreft is het wel weer, denk ik, de moeite waard om het verhaal te verkennen. En ja, weet je, liever dat ze dit doen en een waardig einde geven aan Nathan Drake. Ja. Dan dat ze weer iets heel nieuws gaan proberen en de serie de valreep toch nog in de plomp gooien. Nee, ik kan niet wachten, man. Ik heb zoveel zin in Uncharted 4. Holy fucking shit. Holy fucking shit. Nou, nog een holy fucking shit voor je. Want nou ga ik een keer voorkruipen. Ja. De Batgirl DLC die voor Batman Arkham Knight verschijnt, op 21 juli, die gaat €6,99 kosten. Ja, dat we weten natuurlijk nog niet precies hoe deze Batman DLC eruit gaat zien. Maar we hadden natuurlijk al de Harley Quinn DLC. Die had je in poep en scheet had je uitgespeeld. Dus als deze Batgirl DLC dezelfde lengte gaat hebben als de Harley Quinn DLC... Harley Quinn. Of hoe heet ze? Harley Onderkin. Dan ben je €7 zuur verdiende centjes snel kwijt. Ja, voor 10 minuten. Nou, ik weet nog wel. De vorige keer dat we hier met z'n tweeën zaten, toen hadden we het over Mortal Kombat. En, en het feit dat je daarvoor een paar euro fatalities kon downloaden. Ja. Weet je wel dat het allemaal wat makkelijker ging? 1 knopje in plaats van de 700 miljoen. En weet je, ik vind het een beetje in dezelfde categorie vallen. Als het inderdaad alleen de skin is en twee nieuwe moves en een beetje verhaal, dan... Het is een beetje verhaal, dat is het. Ik vind €7 toch wel weer veel, hoor. Ja. Ja, ik ben het met je eens. Ik ben een beetje klaar ook met het hele DLC gebeuren. Want, ik ben ook een beetje klaar met Batman games. Nee, ja, gast. Nee, speel je hem? Ik speel hem en het erge is wat ik zou zeggen, ik heb thuis de comics liggen, de Dark Knights van Frank Miller en alles erop en eraan. Ik ben een enorme Batman-fan van het eerste uur, maar ik ben het helemaal beu aan het raken. Het is echt constant weer hetzelfde. En nieuwe gadgets, hartstikke leuk. En ben blij dat ze de vorige keer durfden, dat is overigens een spoiler alert, als je de vorige Batman-games niet gespeeld hebt, mag je nu even 10 seconden wegklikken. Maar ik ben blij dat ze de Joker af durfden te maken. Want dat werd echt een eentonig verhaal. Ik bedoel, Batman's grootste vijand, snap ik. Maar ik was er wel heel erg klaar mee. Mm-hmm. Scarecrow is op zich een goede opzet. Is wel heel erg leuk. Maar ik ben nu denk ik 15 uur ben ik aan het spelen. Neigenaar om die controle toch weer in een hoekje te leggen, hoor. Ik vind hem echt fantastisch, man. Ik vind het verhaal vind ik zo dope. Ik zit nu denk ik op 54%. Ik zit al midden in het verhaal van wie is nou die Batman, wie is nou die Arkham Knight? Ja. Ik wil het gewoon weten wie het is. Ja, goed. Nou, mag jij het mij vertellen als je het gedaan hebt? Ja, ik weet niet of ik er ga raken. Ja, ik zit er helemaal in. We gaan door met een nieuwe Flatout game in ontwikkeling. Dan denk je misschien van, Flatout. Maar hier zit de verhaal achter natuurlijk. Want Gusanito zegt ook, als er een Ragdoll Party Mode in zit, word ik helemaal loco. Daar heb ik echt honderden uren gespeeld met mijn maten. Jij snapt het helemaal, jongeman. Dit is precies wat ik heb gedaan. Die Party Mode, met vrijdagavond allemaal maat bij elkaar... Dat je pils in het midden, fles tequila erbij en die party mode aanzetten. De verliezer, shotje.
Ja, nou ja, ik had precies hetzelfde. En bij ons was het niet alleen de verliezer een shotje. Als het te goed ging en je won de ronde, dan moest je er twee nemen. Ja. Om het allemaal weer een beetje gelijk te trekken. Maar waar heb ik hier uren aan besteed? Die party mode was fantastisch. Je had natuurlijk de game gewoon. Het was een soort van Destruction Derby-achtige game. Ja, ja. Je kon erin racen. Maar het mannetje wat in de auto zat, die heeft nog steeds ragdoll physics. Dus ja. Als je ergens tegenaan reed, dan vloog dat mannetje drama. Die zag je dan... Het grappige aan die game was, is dat het probeerde nog best wel een aardig serieuze race game te zijn. Volgens mij is bij de ontwikkelaar ook echt nagedacht van oké, we gaan echt de physics en de damage gaan we naar een nieuw niveau trekken. Ja. Zodat het een stuk geloofwaardiger wordt. Maar alles wat iedereen zich van die flat-out games herinnert, is dat mannetje dat constant door de voorruit knalt en als een soort dus lappenpop rond flikkert. Ja, ze hadden dus die party mode en dan moest je dus gaan darten met dat mannetje. Ja. Moest je dus eigenlijk gewoon tegen een muurtje aanrijden, zodat het mannetje de auto uitvloog. En moest je proberen in de roos te komen of zoveel mogelijk punten te halen. Je kon ermee bowlen, je kon ermee hoogspringen. Je kon afstand schieten, waarbij je tegen een soort van houten balk aan moest rijden en zo ver mogelijk eruit moest krijgen. Ja, het is fantastisch. Nu wel een nieuwe ontwikkelaar die bezig is met de game, want Bug Bear, de ontwikkelaar van de originele Flatout Games, die is nou bezig met Wreckfest. Hetzelfde soort game. Dus ik ben sowieso benieuwd naar Wreckfest. Het ziet er wel heel goed uit. Ja, maar ik ben ook benieuwd wat de nieuwe ontwikkelaar met deze game gaat doen, als maar weer een party mode in komt. Want dan ben ik erbij. Ja, ik hoop stiekem dat er toch nog wel wat uitdaging zit en dat je ook echt een beetje fatsoenlijk kunt racen in plaats van mannetje afschieten. Maar weet je, hier zou ik hem alleen al voor in huis halen. Ja, zeker te weten. Hey, dan zijn we aangekomen bij de comment van de week. En dit is de laatste en die gaat over Uncharted 4 en die is tyfus lang, dus daarom voor jou. Hij is wel heel mooi. Ja, hij is wel heel goed. Hou even vast, want hij begint niet zo leuk, maar hij wordt daarna wel heel leuk. Okay. Hij is van Imsco Pala. En hij zegt, het programma Inside Gamer... Maar hij heeft het over, we hadden van de week namelijk... We hebben nog wat materiaal over van de E3 specials van Inside Gamer op Veronica. Want het programma is maar een kwartier en we hebben heel veel dingen geschoten. En dus we hadden nog wat dingen over en die staan nu allemaal online. Ja, dankjewel voor deze toelichting. Ja. Dank je. Mm-hmm. Imsco Pala zegt, het programma Inside Gamer is inderdaad enorm oppervlakkig. Tess is een leuke meid, maar ik twijfel gewoon aan het feit of zij daadwerkelijk in haar vrije tijd Uncharted heeft zitten spelen. Misschien heb ik het mis hoor en games het daadwerkelijk op haar vrije dagen, maar feit blijft wel dat beide meningen die in dit filmpje weergegeven worden het niveau van IGN niet eens overstijgen. Dit terwijl ik Simon Says en commentaar altijd goede items vind. Ze kunnen dit niet eens op een goede manier overbrengen in een half uur. Het programma Inside Gamer is in ieder geval niet bedoeld voor de hardcore gamer. Ik, een 28-jarige spierwitte maagd bij wie het zweet al uitbreekt als hij wat af moet rekenen bij een gemiddeld kassameisje, laat staan wanneer dit kassameisje ook dan nog toevallig zijn hand aanraakt wanneer ik het geld in haar handpalm doe. Echt gebeurt dit, gisteren toevallig, dichter bij seks ben ik nog nooit gekomen. Kan zich in ieder geval niet identificeren met dit programma. Nog even terugkomend op dat kassameisje. Haar naam is nog... Zo probeert om mijn rechterbek te houden, maar... Even terugkomend op het kassameisje. Haar naam is Lopke en ze lachte vriendelijk op het moment dat ik haar handpalm aanraakte. Zou dit wat kunnen betekenen? En zo ja, wat zal ik doen? Teruggaan en een fles aanmaaklimonade halen? Of wachten tot sluitingstijd en dan buiten staan? Met een plastieke beeld. Oh jongens, nou poging 2. Teruggaan en een fles aanmaaklimonade halen of wachten tot sluitingstijd. Lukt niet hè? Nee, gaat niet heel goed. En dan buiten staan met een plastieke beeld van iets. Ik zie het van voren. Kun jij even lachen? Teruggaan en een fles aanmaaklimonade halen of wachten tot sluitingstijd en dan buiten staan met een plastieke beeld van... beeld van Beertje Paddington en die aan haar overhandigen. Of gewoon binnen blijven en bij een legpuzzel 500 stukjes van de Runaway Bay kon vroeger op Kindernet afmaken. Ken je Runaway Bay nog? Ik heb geen idee. Ken je dat niet? Dan ben je denk ik nog net jong voor. Is dit Teddy Ruxpin tijden? Ja, dat was zeker Teddy. Het was vreemd dat ik het nooit gezien heb. Het was een Australische serie. Het speelde zich af rond een vuurtoren. Interessant. Een soort van goede tijden, slechte tijden voor kinderen. Ze hadden altijd doldwaze avonturen. Geniaal serie. Deze comment is fantastisch, man. Ik vind je een stukje over het kassameisje vind ik... Prachtig. Het bovenste stukje kan ik toelichtingen geven, maar jij kan je niet met het programma identificeren. Nou, kan. Ja, en wel gezegd, weet je. Het programma is natuurlijk, gaat niet altijd even diep. Daar is het ook niet... Het is een programma op een grote zender, Veronica. Dus het kan zomaar zijn dat jouw oom ook langs hebt en die moet het dan ook snappen. Ja. Dus als we diepgang, dat,
proberen we hier in dit soort items te doen. Ja, het is niet helemaal gelukt in dit item. Sorry, Imco Pala, ja. Maar daar heb je zelf ook schuld aan. Ja, maar dat proberen we wel. Of Simon, die doet dat altijd netjes sinds Simon 6. Ja, zeker. Maar ik vond het prachtig. Je hebt deze week de comment van de week gewonnen. Draag die titel met trots. En dan zien we je hopelijk volgende week weer. Want we zijn er weer aan het einde gekomen. Het is afgelopen. Vond je het mooi? Vond je het leuk? Ik zweet me kapot. En ik heb echt een soort van... Ik denk dat ik mijn nier verrekt heb van het lachen. Dus ik heb me vermaakt. Maar mooi. Ik ben toch wel benieuwd. Ik vind niet dat we af kunnen sluiten zonder even de hulp van de Inset Gamers in te roepen. Want wat moet Imco Pala nou met Lopke? Hij vraagt het ook. Hij zegt hier van, wat zal ik doen? Ik bedoel, ik weet niet of ik het beertje Paddington scenario nou zo geweldig vind. Maar wie weet kunnen we in de comments iets droppen wat ik vind sowieso dat hij ook zijn legpuzzel moet afmaken. En een haar moet laten zien. Ja. En trots op zijn. Ja, en Runaway B kijken, man. Die shit is ook goed. Ja. Ja. Misschien samen met Lopke. Ja. Ik zie je... Goed. Opties. Je laat opties. Even weten wat je onze grote vriend Imco Pala aanraadt. Misschien moeten we een soort van datingprogramma maken voor speciaal voor Imco Pala. Alleen voor hem? Ja. Ja. Gewoon gamer daten of zo. En dat we Lopke overvallen in de, wat is het, in de supermarkt. Ja. Met zijn zelfgemaakte puzzel, beertje Paddington en fles. De DVD collectie van Runaway Bay. Kan geregeld worden. Nou, als jij op eBay gaat kijken of je hem kan vinden, dan gaan wij weer verder. Oké. Was een leuke. Houdoe, zeggen ze in Brabant, toch? Houdoe. Oké, doei.